voorbereiding gaat goed. Zoals ik zeg, ik zit er goed in. Voel me scherp, conditie zit goed. En nee, ik heb er echt zin in. Ja, wat een supermooie partij, heel mooi gematcht van Glory. Ik denk dat het publiek zeker de winnaar hiervan gaat zijn, sowieso van deze partij. En ja, Tishaan is ready, wij zijn ready, gameplan is ready, dus we gaan ervoor. Patch is een hele goede vechter, maar dat is ook waarvoor je het doet, waarvoor je in deze sport zit. Je wil ook niet als je Barcelona bent tegen de degradatieteam spelen, snap je? Je wil tegen de Real Madrid spelen, je wil tegen Atletico spelen, snap je? Dus je wil gewoon tegen de top van de top weer vechten. En dat is het mooie en dat dit nu zo gematcht is, dat is alleen maar mooi, toch? Drie enkele, daarna vier tellen combinatie. Kom! Lekker, Tijani, hou de tempo erin. Tijani is een en al dedication. Als hij iets in zijn hoofd heeft, dan visualiseert hij het ook echt. En hij probeert zijn visie daadwerkelijk realiteit te maken. En dat vind ik heel mooi om te zien. Ik ben ook heel blij dat ik hem daarin mag begeleiden. En het is een super gedisciplineerde jongen. En iemand die ook echt oprecht in zichzelf gelooft. Ondanks wat er soms om hem heen gezegd kan worden, blijft hij super gefocust. En rent hij zijn doelen achterna. Ik train er keihard voor. Ik offer er veel voor op. En ja, kijk, iedereen doet patch dit, patch dat. Begrijp me niet verkeerd, hele goede vechter. Maar ik ben ook een hele goede vechter. Snap je? Ik geloof in mezelf. En op dit niveau hoor je alleen maar tegen de beste te vechten. En dat is deze wedstrijd nu, de beste tegen de beste. En dat is alleen maar mooi. Wat heel veel mensen eigenlijk vergeten, is dat je tegen een Thai heel brutaal moet vechten. Doe je dat niet, neemt hij de overhand en dan, ja, dan loop je achter de feiten aan. Dus ja, ons gameplan zou ook wel zijn dat wij zeker de overhand gaan nemen voor deze partij. Ja, kijk, ik heb al twee keer eerder tegen een Thai gevochten, waarvan ik één keer gewonnen heb en één keer net verloren had op punten. Was ik ook nog heel jong, vocht ik voor de eerste keer voor de wereldtitel. Vocht ik toen tegen City Chai. Dus ik heb al enige ervaring met Thaise vechters. Ik heb nu wat meer ervaring met 5 rondes. En natuurlijk op de training hebben we onze gameplan voor een Thaise vechter. Dus ik zie geen problemen daarin. Ik denk sowieso dat daar heb ik het niet alleen over Tijani, maar gewoon überhaupt iedere vechter. Je moet niet stilstaan tegenover een Thaise vechter, want die kan je heel mooi in slaap sussen. En die gaat dan lekker in zijn tempo met je werken. Ik denk gewoon dat je die Thaise vechters lekker onder druk moet zetten. Natuurlijk weten we, het is een 5 ronde partij. De stamina komt er ook bij kijken, dus daar zijn we ook lekker mee aan het werk. Maar tegenover een Thaise vechter moet je gewoon geen respect hebben en gaan. Gas geven. Ik zie het eigenlijk gewoon als een tegenstander die mijn titel wil afpakken en die ik ga stoppen. Of het nou Patch is, of het nou Jantje is, Pietje of Klaasje, interesseert me niet. Maakt niet uit wie het is. Ze moeten van mijn belt afblijven en ik ben degene die daarvoor gaat zorgen. Kijk, wat ik altijd zeg tegen mijn vechters, vooral tegen de A-klas, ik zeg op een gegeven moment kom je op een punt dat, ik zeg altijd ook tegen Tijani, voordat hij de ring is, zeg ik luister, dit is niet wat jij doet, dit is wie jij bent. En hetzelfde geldt voor mij. Ik leef in de sportschool. Ik ben vaker in de sportschool dan dat ik thuis ben. En daarom zeg ik ook altijd tegen mijn vechters, passie vind ik persoonlijk super belangrijk. Terug naar de basis jongens, enkele shots 20 keer. Ready, hey! 2, strakke, 3, 4, 5! Voor mij voelt dit niet als werk aan. Dus ik begrijp dat mensen vanaf de zijkant die energie ook voelen en zien. Ze hebben dus wat ik zeg, dit is wie ik ben. Vandaar gooi ik mijn hele hart en ziel in het lesgeven. Kind op de borst, ellebogen bij elkaar, we gaan spelen. We beginnen. 3 enkele. 1, 2, 3. En daarna een 4 tellen combinatie. Boom, boom, boom. Ra, ra, ra. Bam. Nou, vandaag staan we op de première van 3-3. En dat is donderdag in de bioscoop te zien. Zegt Tijani bestaat hier? Zegt dat je wat of niet? Ja, ik ben hem net tegengekomen, een topper. Geweldige vechter. Mooie lengte ook, voor zijn gewicht. En super agressief met je knieën. Ja, gewoon een geweldige man. Kan je daarvan genieten als niet kickboksen? Ja, zeer zeker. Ik geniet sowieso van kickboksen. En ook van boksen. Want ik ben eigenlijk. Op al die vechtsporten ben ik eigenlijk wel actief bezig in de gym ook natuurlijk.
Maar Tijani is wel een van mijn favoriete vechters. Ik ken Tijani ook vanaf heel klein jongetje. Toen trainde hij al bij ons op de sportschool bij Parkreisje. En daar is hij begonnen. En was hij een heel klein jongetje, was hij altijd heel gedreven. Kwam hij al met zijn zusje altijd. Ik heb hem uitzien groeien tot een echt... Ja, gewoon een volwaardig supervechter eigenlijk. Bestati is een monster. Ja, die gast is, ik vind hem gruwelijk. Tijani Bestati is wel echt de trots van Marokko op dit moment. En ik denk dat de komende jaren dit is wel echt zijn tijd. Ik vind hem een goede vechter. Hij heeft zichzelf heel erg ontwikkeld, ook in de afgelopen jaren. Tot een ware kampioen. Maar ik denk dat dit wel een van zijn zwaardere tests zal zijn. Beide boys hebben conditie, dus ik denk wel 5 rondes over en weer, man. Maar ik denk dat we toch even scherp blijven. Ik denk dat Tijani boksend een geweldige vechter is. Maar Pets is dan weer qua trappen heel, heel sterk. Dus ik denk dat het gewoon een geweldige wedstrijd wordt met alles erop eraan. Spektakel, snelheid, kracht. Ik denk dat het publiek de grote winnaar is van die avond. Want, ik denk dat het zijn grootste uitdaging wordt tot nu toe. Denk ik wel. Natuurlijk, de tegenstander Pets is legendarisch. En ik denk wel dat hij kan pakken. Vooral zijn reach, zeg maar. Dus hoe ver hij kan reiken. Dus spannende pot. Ik denk dat dit wel de pot gaat zijn voor hem om hem weer naar het volgende niveau te brengen en een beetje een legendarische status kan krijgen. Ik verwacht heel veel van Tijani en ik hoop echt dat hij gaat winnen. Het wordt een mooie pot. Ik denk dat het een lastige pot gaat worden voor Tijani. Maar ik denk dat als hij zijn lengte goed gebruikt, dat hij wel goed dat hij de partij kan winnen van hem, zeker. Zijn lengte moet hij uitbijten, dus zijn lange armen, zijn lange benen. Wegblijven van linkerbeen van Patch. En zijn footwork moet echt gewoon goed zijn. Dus hij moet veel bewegen, pest laten missen en meteen counteren. Daar zou ik op gaan als ik zijn trainer was. Dus als analist zeg ik van heel veel bewegen, goede snelle combinaties maken en wegwezen. Ik verwacht dat het een schaakmatwedstrijd wordt. Wat een echt een hele mooie wedstrijd. En dus, ja, schaakmatwedstrijd bedoel ik mee, weet je wel, geven en nemen. Kijken, weet je, hoe ze staan in de ring. Vooral uitdelen. Ze gaan echt uitdelen, gaat het om. En dat degene niet geraakt wordt. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk als er een beetje een kruisbestuiving is van meerdere gewichtsklassen door elkaar. Dat je bijvoorbeeld, halfzwaar gewicht tegen een zwaar gewicht. Weet je, het moet wel een beetje kunnen. En waarom niet? Ja, toch, dan is op mijn kampioen in 2 gewichtsklassen. Mooi is dat als Pets wint, is dat niet? Ja, dan is dat Johnny gewoon de man. Dat zijn. I love the sport. En ik vind dat veel mensen nog meer naar kickbox moeten kijken, want de fight begint al zeg maar mentaal. Alle vechters die gaan echt, die lopen echt kilometers. Het is niet alleen wat je in de ring ziet, het is zeg maar niet met je familie chillen, niet met je kids, dingen opgeven om maar dat ene moment in de ring te staan. Dus eigenlijk is de greatest battle, eigenlijk tegen jezelf. Het is niet als je tegenstander. Je grootste opponent in de ring is jezelf. Can you get out your way? Can you make that person get out your way? Man himself. Ik probeer gewoon van elk moment te genieten. En ik vaak in fight week of dicht naar de partij toe wil ik de dingen doen die voor mij goed voelen om te doen. En dat is vandaag hier bij de première zijn, aanwezig zijn en lekker genieten van de film. Ik ben inderdaad anderhalf week voor de wedstrijd en ik voel me top. Ik heb echt een topkamp gehad. Alles klopt met mijn team, met mijn teamgenoten, de hele voorbereiding, de gameplan die we hebben. En alles voelt gewoon hartstikke goed en ik kan niet wachten. Elke dag duurt van mij nu te lang. Mensen, 11 maart, champ versus champ. Tijani Bestati versus Patch. Ik heb er zin in. Kom kijken, ik ga mezelf van mijn beste kant laten zien. En dat willen jullie niet missen. Nogmaals, 11 maart, Topsport Centrum, Rotterdam. En tune in on Videoland if you can make it. Thank you.